We starten deze wandeling van 11 kilometer in het gemeentepark van Zoersel, in de kasteeldreef nummer 52. Het traject is niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Stevige en gesloten schoenen zijn aanbevolen. In het gemeentepark ziet u het kasteel Hallehof, dat gebouwd werd in 1908. Het is in privaat bezit en dus niet te bezoeken. Naast de gemeente Zoersel doet het Tuimelaarspad ook Oelegem en Schilde aan. Het groot gedeelte van de wandeling loopt door de Halse bossen. Dit gebied was rond het jaar 1900 reeds bekend voor zijn natuurschoon en zijn gezonde lucht. Heel wat kunstenaars en ook TBC-leiders kwamen er naartoe. Het natuurschoon kunnen we alvast nog steeds bewonderen. Tussen wandelknooppunten 72 en 67 hebt u een zicht op het fort van Oelegem en de antitankkracht. Een deel van de militaire verdedigingslinie rond Antwerpen. De naam Tuimelaarspad verwijst naar de Halsen Tuimelaar, een halsbiertje dat vroeger gebrouwen werd in brouwerij Sint Martinus. Deze brouwerij en herberg lagen aan het huidig pleintje met kiosk aan de kerk van Halle. Het bier werd vroeger onder andere in het boshuisje gedronken. Dit bier kreeg intussen nieuw leven en kan u opnieuw uw dorst lessen.